beste kijkers, Geoffrey de Meester van de Meester Immobility Solutions hier. We zijn vandaag in Keulen. We zijn uitgenodigd door Riesent Müller voor de voorstelling van het nieuwe gamma 2020 elektrische fietsen. We gaan dus vandaag even kijken naar wat er allemaal nieuw is. Daar beloven we toch wel wat innovaties in te zitten. Zeker ook met de nieuwe Bosch-motoren die zijn geïntroduceerd voor het nieuwe jaar. En wij gaan in dit filmpje een korte introductie doen van al die nieuwe zaken. Zo, aangekomen op de beurs. Hier binnen staan alle nieuwe modellen 2020 van Riesent Müller. En wij gaan een kijkje nemen. De nieuwe suite krijgt een volledig nieuw frame en enkele nieuwe modellen van de kleur. Het voornaamste is een nieuwe performance motor, nieuwe bagagedrager, nieuwe stuurpunt en de optie om een heel aantal deze mooie nieuwe mand die volledig geïntegreerd aan het stuur wordt gemaakt. Heel erg mooi. Een beetje strakker getrokken, moderner en dus een nieuwe fiets. De swing blijft wel zoals we hem nu kennen in het gamma, zijn er dan met de bestaande Active Line motoren die we vorig jaar hebben. Waarom? Omdat er de nieuwe Bosch 2020 motoren in zullen komen, zijn de nieuwe CX en de Bosch Performance Speed motor. Zoals je kent, de supercharger twee accu's, dus telkens 500 watt boven in de buis en onder in de buis. We zien eigenlijk onderaan dat de motoren een stuk compacter geworden zijn en vandaar ook een mooiere afleiding onderaan te nemen. Daarnaast dezelfde composities, nog steeds derailleur en violo en chrome combinaties, de ideale fiets voor deze compositie. Zo, we staan hier bij de nieuwe Delight. De Riesent Müller Delight komt voor 2020 in twee verschillende modellen. Eigenlijk naar de filosofie die we al kenden bij de Charger en de Supercharger. Dat wil zeggen dus twee versies, de Delight en de Super Delight. De Delight die was gekenmerkt door de control technologie. Dat is ook natuurlijk voor dit jaar nog altijd hetzelfde. Dat wil eigenlijk zeggen dat deze fiets dubbel geveerd is, dus zowel een vering vooraan als eigenlijk een vering achteraan. De nieuwe modellen krijgen ook hier de volledig nieuwe Bosch motoren. Voor die reden dus ook een volledig nieuw frame, omdat de Bosch motoren een stuk compacter geworden zijn en zo dus beter in het nieuwe frame kunnen geïntegreerd worden. Maar natuurlijk belangrijk, de oude Delight die was nog geleverd met de gekende Power Pack accu's. Maar ook deze nieuwe Delight en Super Delight die zal gaan komen met de Power Cubes. Dat wil zeggen voor de gewone Delight één keer 500 wattuur Power Cube in de onderste buis. En de Super Delight die zal dan ook in de bovenbuis een 500 wattuur accu krijgen. Goed voor dus 2x 500 wattuur, totaal van 1000 wattuur. Verder de Delight en de Super Delight ook nu weer beschikbaar in de 25 km per uur versie. En de speedversie met aandrijving tot potentieel 45 km per uur. De 25 km per uur variant die krijgt de nieuwe Performance CX motor. En de high speed variant krijgt de nieuwe Performance Speed aandrijflijn. Ook dit jaar komt deze fiets in verschillende varianten. Echter wijzigt Riesent Müller wel het gamma een klein beetje. De roll-off variant die was vorig jaar gekend als de GX variant. Dat verandert nu naar de GT variant. Dat is ook zo het geval voor de Supercharger en de logica daarachter is eigenlijk het volgende. De GX variant, die was, de X eigenlijk stond voor X-Trail, laat ons zeggen. De voornaamste kenmerken was daar dat er een breder stuur werd gemonteerd
en mountainbike-achtige gravelbanden, die voor heel veel commuters minder interessant was. Dus voor dit jaar de roll-off in de GT-versie, de touring-versie zeg maar, met de gekende Moto X ballonbanden, veel beter eigenlijk voor straatgebruik. Nu, ter compensatie zal Reason Puller wel voor de liefhebbers het GX-pakket aanbieden als een optie voor 2020. De fiets komt dus in drie verschillende schakelsystemen, zijn de Touring Derailleur variant, de Vario en Violo en dus de Roloff variant. En zal standaard het Intuvia display meekrijgen en optioneel uit te breiden naar het Kiox systeem of eventueel ook het nieuwe smartphone hub systeem. Verder als optie is de RX chip voor het Reason Puller tracking concept, Fox sfering en ook enkele nieuwe dragers. Kleuren zullen er zijn, vooral matte kleuren, Tundra Grey Matte, Warm Silver Matte en voor de Delight de Urban Grey Matte kleur en ook een chili rode matte kleur. We hebben net kunnen rijden met de Performance Speed motor. Dat is de 45 of tot 45 km per uur motor. Die motor krijgt extra koppel naarmate dat er meer snelheid gewonnen wordt. Daardoor kunnen we nu wel zeggen dat eigenlijk naar de hogere snelheden toe de kracht eigenlijk wordt opgebouwd en dat er makkelijker hogere snelheden kunnen gehaald worden. We staan hier bij de nieuwe Loads van Reason Puller. Nog steeds dubbel afgeveerd uiteraard. De voornaamste nieuwigheden daar zijn dat we dit jaar kunnen genieten van ook de oplossing met belt-driver systeem. En daarnaast zal ook een robot geïntroduceerd worden op de dubbel afgeveerde Loads. Wat natuurlijk een totaalpakket maakt voor een heel erg efficiënte navenversnelling. Elektronisch daarbij ook. Combineert dat met de lief en de nieuwe Cargoline motor. Ideale oplossing voor een sportieve, toprobuuste, heel erg goed rijdende cargo e-bike. Daarnaast zijn er ook een heel aantal nieuwe oplossingen, gaande van kindertjes tot opslagruimte, hardboxes en zo verder. Dus een heel compleet pakket voor deze fiets. Zo, dit was onze reviewvideo van de nieuwe modellen 2020 van Reason Puller. Hebben jullie nog vragen na deze video? Surf zeker eens naar www.efietsexpert.be en bezoek onze dedicated Reason Puller website. Daar bekijk je alle modellen online en in detail. We hebben ook mogelijkheden tot financiering. En uiteraard fietsleasing via KBC Fietsleasing, Team Cyclis, O2O en andere. Kom je liever langs? Geen enkel probleem. Onze showroom is gelegen in Niel in de provincie Antwerpen. Daar kan je alle modellen live bekijken. We helpen je graag verder met een persoonlijke uitleg. We zijn Experience Center voor het merk en testritten zijn ook mogelijk. Op de hoogte blijven van alle nieuws over Reason Puller, nieuwe reviews van verschillende modellen? Like zeker ons YouTube-kanaal. Volg ons op Facebook of volg onze Instagram-account. Alvast bedankt voor het bekijken van onze video. Tot snel, hopelijk in onze showroom in Niel.